omgekeerd in volgorde verschijnen dan hoe zij in de eerste ronde ten opzichte van elkaar verschenen. Op zich is dit verder nutteloze informatie, maar het biedt iedereen de gelegenheid even een rustige plaatsje te zoeken zonder dat zij cruciale informatie missen voor de rest van de voortgang van deze avond. We kunnen ook nog even verklappen hoe het in de kleedkamer aan toe ging net. Het staat blauw. Het was heel stil. Bent u er klaar? En ik kan niet goed tegen Thea. Gesprekken, druipend van eerlijkheid, drijven voorbij als een landschap dat beweegt omdat wij bewegen. Kleine pakken vertellen elkaar grote verhalen met veel mannelijke gebaren. De lucht zucht, beleefd, beweegt omdat wij bewegen. Tim laat zijn smoking smeurend achter op een stoel. Tim die ons vertrouwt omdat wij zijn maat niet kennen. Het licht valt ongemerkt binnenste buiten, beweegt omdat wij bewegen. Thea komt tot leven. Tussen onze gespitste oren en ontwijkende ogen die stiekem iedere blik vangen. Dikbuikige wolken zwemmen voorbij, bewegen omdat ze bewegen en wij stil zitten te gissen. Sterren zijn op tijd, gebouwen gaan uit wachtend op het slot, planeten gaan staan in positie, wikkelen zich in sterrenstof. Voorbij lichtjaren, aardse wensen, gluren ze de toekomst in, glimmend om dezelfde steen, geklaag een enkele verrassing. Mensen schuw als ze is ze altijd te laat. Haar koolzwarte haren beschilderen de hemel voorbij de rijkende mistvingers van de maan. Ze is niet lelijk geboren, woorden hebben haar verminkt. Als zelfs de nacht denkt aan een cosmetische ingreep, weet je dat er iets mis is. En tot slot. Ik wandel terug in gesprekken om gemiste signalen op te vangen in de afkikklinieken van mijn gedachtes. Ik noem mezelf postmodern, ben een reactie op iets wat ik niet eens ken, maar wat is het goed om je ergens tegen af te zetten? Ik geef mijn woorden weg, wacht tevergeefs op wisselgeld, geef voice zonder het te weten. Ik ben elke liek, iedereen, everybody, kul wahed. Ik verdedig mijn standpunten als een fakes, maar als ik sta voor alles wat beweegt, waar blijven dan mijn punten? Ik stel te veel vragen, wacht nooit op het antwoord en weet daarom nog steeds niet of pizzacouriers ook op perrons bezorgen. Ik probeer geschiedenis te schrijven door in de toekomst te kijken. Win en verlies 385 oorlogen op één dag, maar dat is niet zo bijzonder. Ik ben elke leek. Iedereen, het wisselgeld mag je houden. Wij staan je wel bij hoor, maar dat is helemaal niet nodig.
alsjeblieft 7,8. Even toch vragen. Weer een dikke uur ouder is geworden. We gaan aan de nog steeds 17-jarige Mina Braats. De verdwijning. Dametje, je rokje snakt naar adempjes. Je buik is een valkuil, je eet wat de weegschaal eet. Je wrijft je stenen rood en begraaft ze in de grond waarop je slaapt, zo warm je je. Je spant een touw tussen je benen en de maan en zo beweeg je je. Twee zere plekjes boven je oren kondigen je hoortjes aan. Ze komen om te glimmen. Alleen maar om te glimmen, om iets van jou en iets van leven. Je verdwijning wil niet vlotten. Je verlangt alleen nog naar je botten en onzichtbaar stoppen. Toen leefde er een wezen dat verwisselde van ziel met alles wat het zag. Het schiep een lied uit vlindernoten en zong het voor rivieren en hierin badende de schouderblote vrouwen. Het zei, ik noem het stipje u, omdat ik het zo goed begrijp. Ik wou dat ik mij zo goed kon uitdrukken. En ik noem het lichtje op het stipje u, omdat het me bewijst dat ook de aarde een orgaan bezit. En het donker randje om het lichtje op het stipje noem ik u, omdat randjes niet bestaan, maar dat verzinsel bouwt de hele ruimte op. Het wezen dat verwisselde van ziel met alles wat het zag, schiep een lucht uit aardekleuren, waaide het door ritselgras en raapte geuren met zich mee. Het sprak, hij die met het kaatsen van zijn wanhoopskreet probeert te raden waar hij staat, verliest zich aan zijn standpunt. Tjitske Jansen zit helemaal met de handen voor de mond. Hopelijk is dat een goed teken. Ik heb een slecht gebit. Kijk. Een 8 van Piet Gerbrandy. Een 7,9 van Tjitske Jansen. En van Joost Prinsen een 6,7. Nou, ik kom toch weer even bij Piet Gerbrandy, want de cijfers die blijven nu in de hoge regionen. We zitten ook in de tweede ronde, liever. Dat is waar. Ik vond het wel mooie, rustige poëzie. Redelijk subtiel. Er zaten hele mooie regels in. Maar het geheel miste een klein beetje kracht, naar mijn idee. Ik werd getroffen door afzonderlijke regels, maar niet door het geheel. Oké. Okay. Kracht mist Joost Prins. Ik begin met een brief voor meneer Prins. Visioen in B majeur. Als het net geregend heeft en dronken lucht zich langzaam droogt. De straten platen glimmend glas dat vluchtig door de goten stroomt. Als het een mooie avond is waarvan men later zeggen zal dat de uit zand gestampte stad met parelmoeren beslagen was. Als daar een stilgezwegen lamp zijn daags verstommend liedje zoemt, dat elke nacht een naaste zoekt in de echo's van passanten. Als ik daar in een chic portiek een beetje quasi nonchalant met volle zinnen in de mond, de handen losjes in de zak als. Of passanten niet bestaan, geen man in een portiek vermoeden, omdat hij op die ene wacht die duiding geeft aan dit visioen als. Jij dat bent, dat je stopt, zie me aan en leg me zacht het zwijgen op met al wat weegt, tot ik weer naast je wakker word. Het sonnet, het vervolg op het sonnet dat ik net deed, een vorm van dichtbij,
2. O, ken ik vaders hand als straf, de tucht van schaamte en berouwen, blauw beaderd onbehouden als hij me op mijn kloten gaf. Altijd als ik vader denk, zie ik ook het beeld terug, de blauwe plekken op mijn rug, het opvoedkundige geschenk waarmee hij mij te vormen placht, als was ik moordenaar of dief, terwijl mijn moeder stond te bidden. Reden dat ik tot op heden, al heb ik hem oneindig lief, daarnaast ook oeverloos veracht. Ik eindig met in perspectief. Alles wat ik zeg vandaag heeft geen allerlei betekenis. Het is het oeverloze wiegen op een bodemloze zee van wrakhout dat wanhopig op het wassen van het water wacht. Het is als dansen op een koord en dat je feitelijk niet danst, maar treurig aan een touwtje hangt als een boer met kiespijn lacht om wat zich naar je stem verlangt. Het is omhooggevallen taal van veinzen voor een volle zaal verbaal geweld. Het stelt niets voor, het gaat maar door. Het praat en praat en praat en praat. Een aderlating van vertoon, het blaten van een stervend schaap waarbij het laten van de wol al lang de mensen overlaat. Het is niets meer dan wat hier staat, een bak oud zeer, wat stroop en stront, de mond vol van vilijn venijn, waaruit in niet te stuiten vlagen een kinderachtig klaaglied klinkt. Een jas van uitgewoonde huid die stom toevallig de hond terecht ongewoonlijk welgevallig overkomt. Ik heb het allemaal gehoord, ik ben er niets mee opgeschoten. Ik lees nog af en toe een boek, ik zoek een allerlaatste woord. Eén enkel woord waar het wezen van mijn waarheid woont. Ik, 2 letters, 1 woord, maar steeds een halve poging. Wow! Door de klankrijkdom van deze regels. Er zaten alleen in het laatste gedicht een paar dingen die op het randje waren. Als je het hebt over vilijn en venijn, of als je het hebt over het wezen van mijn waarheid, dan denk ik, ja, nee, dat zou ik als redacteur schrappen. Oké, okay, maar toch nou. Oké, okay, hartelijk dank. Toch gedaan. Dankjewel, Gijs. Merci. Ja, ik heb even een vraag tussendoor. Hallo. Vraag aan Piet Gebrandi. Wat ook alweer het cijfer was van Mida Braat bij de vorige deze. Dat was een 8 inderdaad. En daar was hier even een enige discussie over. Dank u wel. Een 8, dat zijn 2 rondjes op elkaar samen. Helemaal duidelijk. Oké. Okay. Hoorde ik laatst een duif over de begrijpelijkheid van onbegrijpelijkheid in de kunst. Het recht van geloof en ongeloof. Vrede van die dingen. Potverdomme. En dat vond ik eigenlijk ook wel. Wat ik er tot nu toe van begrijp is dat dichten ertoe doet als je iets zegt op speciale wijze. Zeg dat het over seks of een relatie gaat, dan praat je bijvoorbeeld over een lege bierfles en een afdruiprek. Dat roept een beeld op, daar hou ik mij van. Dat doet men niet van een te grote duidelijkheid of sentimenten over ziekte of honger, maar misschien weer wel als je het mooi zegt of vreemd. Zoals bij het komende WK voetbal wordt deze keer als aandachtspunt de eerste aftrap genomen met een lijntje.
als wij nou gewoon, we kunnen toch misschien voor de gezelligheid gewoon om te proberen bombarderen met marsen of chocoladeletters. En dan een leger sturen van tandartsen of maatschappelijk werkers met spijkjes. Of eerst bombarderen met stront. En dan graszaad afgeblust met water of broodjes kaas, gebakjes, wilde wieven die wel willen. Dat kost misschien wel wat, maar stel je voor. Of zakgeld, bombarderen met dollars of zangzaad gewoon om te proberen met geiten en parachutes. Of schieten met zaad van Afrikaantjes of zonnebloemen, hennep of kleverig kruiskruid, madeliefjes of donsdekbedden, jonge boompjes. Dat is misschien ook minder duur. Of met zware klei en water een stuk woestijn bedonderen. Of Afrikaanse moppenboekjes, scheurkalenders, muizenvallen, bamiballen, vieze boekjes, ijslollies, maakt niet uit. Of met lijm voor harten of monden. Van een man die dacht. Van een man die dacht, ik wil niet meer denken, ik wil niet meer. En ze zeiden, waarom zo zwaar? Word stil, van binnen, maak je leeg, helemaal leeg. Laat gewoon maar alles los. En hij liet los, werd lichter, lichter, als een flintertje, een vloeitje, zo vreselijk hol van binnen, dat hij opsteeg. Hij zag zijn oma die hem kuste en ook zijn vader die zijn arm om hem heen sloeg. En zijn vader zei, zeg jongen, zou je maar beter niet gewoon aan het werk gaan? Een 7,5 van Piet Gerbrandy, een 7,8 van Tjitske Jansen en een 6,6 van Joost Prinsen. Wat zegt u? Dank u zeer. Die is vast binnen. Joost Prinsen, toch wat aan de voorzichtige kant. Waarom? Omdat ik op een gegeven moment denk, en dat is helaas niet als compliment bedoeld, dat misschien ik zelf zo'n gedicht als meneer voordraagt ook wat zou kunnen schrijven. Terwijl ik helemaal niet dichten kan. En dan denk ik, ja, nog 5 van die gedichten en ik schrijf de 6e. En dat vond ik een gevaarlijke gedachte die mij, tezamen met het feit dat hij nu vanaf papier las en niet meer van buiten, tot een 6,6 deed besluiten. U kunt het. Dank u wel. Toevallig was het. En Tjitske Jansen en Piet Gerbrandy zijn het samen eens. Waarover denken jullie, Tjitske Jansen? Ik vind het nog steeds, ik vind het ontroerend en wat ik heel erg prettig vind is dat hij niet moeilijker doet. Het is nog 1 keer in de serie van deze ronde, want wie weet gaat hij wel naar de finale, je weet het allemaal niet. In ieder geval nog 1 keer applaus voor Yassine! Eerste gedicht heet Shuffle. Ik shuffle door het leven, volledig vertrouwend op de MP3-eenheid. In de naam van de drum en de bass en het heilige feest, gezegend zij uw frequentie. Met mijn koptelefoon op bel ik naar andere werelden en flirt fonetisch met Cassiopeia. Hé, schatje, jij bent zelf. En zelf weet ik. Totdat de verbinding in stukken uiteenvalt. Brokken taal en verloren punten moeten smelten in matrijzen van mij. Om daarna af te koelen tot afgoden op draaiende platen. En in 24 uur te worden vermalen tot gruis. Versneden met ruis en verhandeld in 128 kilobyte pakketjes. Als je een oorschelp tegen je oor aanhoudt, hoort de zee jou.
De geweerloop is niet mijn spreekbuis. Ook al is mijn taalgebruik explosief, ik ontplof met reden. Argumenten zijn mijn ontsteking. Dit leven dat ik heb gekaapt, wil ik veilig laten landen. We kunnen onderhandelen. Kijk naast u. Ik heb u lief. We zijn allemaal gewapend met patronen gesmeed in onze jeugd. Maar terwijl we ouder worden, blijven slechts lege hulzen over. Losse vlodders van gedachten. Niet het geweer is de machine. We kunnen onderhandelen. Kijk naast u. Ik heb u lief. Het gedicht heet System Reboot. Omdat ik niet mag zwerven, zwerf ik dagelijks door een boek. Of door elektronische lanen, koop Hero op de hoek. Van FTP en URL verdoof mijn navel streng. Ik hoop mijn leven draadloos, zodat ik de verbintenis verleng. Iedere seconde dring ik dieper door los. Langzaam op in data, vervlieg van voet tot oor. Ik word gereduceerd tot flonkerend geel-wit schuim. Een virus dat zich schuilhoudt in Gods achtertuin. Identiteit is een ziekte, velen raken besmet. Genezing is te vinden in het vangnet van het web. Ook ik zocht de verlichting, maar vond slechts neontaal. Knipoogend in het roze, hyperlink van pracht en praal. Mijn hart kon slechts nog klikken met het ritme van een muis. Een file mooie woorden toeterde achter mijn huig. Ik kauwde op mijn adem, blies bellen van mijn lach. Die explodeerde in mijn gezicht toen zij opkwam in mijn dag. Het was alsof ze gekleed was in de zomeravondlucht. Haar blik was de kabel die deze wereld had overbrugd. Schokkend werd de connectie met het lichaam weer hersteld. Symbolen werden tekens waarmee het verhaal werd verteld. Door haar elegante visioenen kroop ik weer in mijn schil. Zij danste met Morpheus en bleek mijn rode pil. Aan de lichtjes van mijn modem zag ik dat ik me niet had verzet. Ik kan nu rustig crashen. Mijn systeem wordt gereset. Een 6 van Piet Gerbrandy. Een 6,5 van Tjitske Jansen. En een 6,8 van Joost Prinsen, die nu eens toch het hoogste cijfer geeft. We hebben een Windows boven en we komen zo terug. Moeten we dan eerst. Wat is zo meteen? Dat is ook weer zo'n rek. Oh, dat is echt binnen 5 minuten of zo. Ja. Ja, zullen we dan eerst even het vast optreden doen? Ja, dat is goed. Want Danny Sharon, jullie mogen eromheen blijven staan of ze lopen eerst even allemaal af en dan komen ze allemaal weer op. Danny Sharon zal een tweede keer voor u optreden terwijl de computer intussen gevoed kan worden met bits en bytes en cijfers en nummers. Dus graag nog even uw aandacht voor WK Poetry Slammer. I just heard a sentence I really liked. It was I don't know how to say it in Dutch, but it means every bird has a nest except for you and me. I almost cried when I heard that. So I'll do a poem for you on that, like that. These are the days I want velocity to take me. Ungloom my soul from its fish tank. I know how to breathe in outer space. I kiss with three eyes open. I see the icicle in your romantic. I'm asking my cataclysm to resuscitate itself. I don't want to walk through the dark with a single candle lit. Watch. I'll begin to bleed starlight from my palms. I have enough fire to keep today around until tomorrow. I've been so high that I've considered sharpening my thoughts until they could rip through the space-time continuum and I could sort of slip over the edge of the universe like the universe was a pupil and I was a teardrop and I wonder if the universe would catch me in her hands. Lift me up.
The way grown men still want their fathers to lift them up sometimes and put me back, or I just wonder if she'd let me fall to her feet, twirling around a pole like a beautiful stripper, shedding her clothes like light, spreading open all the minds of the men around like legs, and all it takes is just one apple to penetrate into revelation. Does she cry for you? Is she perpetually falling for you? Does her weight give you scoliosis in the backbone, your knee bones trembling slacked down on the heart's hips body? Can you walk straight up? Look, she's dressed in waves now. She's blowing you, sucker. She's blowing you kisses that could drown you. They could pull you in, cast you 3,000 miles away. You don't know what it feels like to be shipwrecked in the city of dreams, where she wears clothes made of concrete and they're so tight her body bleeds starlight onto rivers parted like lovers by bra strap bridges that keep transportation pressed together. The wrists of her sky are always scraped. Sing her body electric. The holes we burrowed into her arm and her big toe. Running across these tracks, you will never find her heart. Do not be afraid of her trembling body beneath her blanket. It is earthquakes of the spirit or subway trains on fire. Whatever way you want to look at it, do not be afraid of her. She does not reach up to you for change. She reaches up to the moon, glowing blue behind you, drifting. She says, lift me up the way you once did. And you know, she is just talking to herself. Thank you. Danny Sherrard. Absoluut. Je hoeft niet meer te zeggen dat het spannend was, want dat hebben wij nu. Het was inderdaad spannend. Want het verschil was 0,0310. Het heeft langer geduurd omdat we even een tiende extra erbij moesten rekenen, dit en dat. Een fotofinish, zeg maar. Dus, een fotofinish, ja. Op nummer 1, dat kan ik al wel zeggen, als iets minder spannend waarschijnlijk. Dat is tot nu toe Najiba Abdeloua Yui. Najiba Abdeloua Yui, de eerste finalist. En op 2, 0,03 na Jan Ketelaar staat Gijs ter Haan. Ja, om en om een gedicht. Dames en heren, de finale!
Zeg mij een woord dat in zichzelf van waarde is. Dat meer nog dan de dunne huid van schone schijn die haar omhult inhoudelijk de ruimte vult met meer gewicht dan het gedrocht van loze lucht. De ijdelheid van fruit dat rot voordat het in de leegte valt, een lauwe kreet, een laatste zucht van klacht of klucht. Zeg mij een woord met een geweten dat al wat nodig overbodig maakt. Het gaat om jou. Hoe je daar staat als een bloem, en dat een bloem zoals ze is, volledig in haar centrum op zichzelf als geheel, een afdruk van de eeuwigheid in één seizoen, het mooiste is zoals ze is, en weer verdwijnt. Zonder ooit door de hand van een mens geraakt te zijn, dat slechts haar zaad op de wind in een voorbestemde tijd van haar vergane wonder weet, en dat verhaalt in het beeld van een bloem aan het kind dat haar vindt, maar niet plukt, nooit plukt, nooit plukt. Alles laat hoe het staat, zoals het hier geschreven is, dat een bloem, zou dat niet het mooiste zijn? Jouw lach begint op de bodem van mijn blad. Jouw traan valt het eerst op mijn tafelrand. Jouw heftig geïnspireerde discussie achteraf wordt het eerst gevoerd door mijn gescheiden mevrouw Koren en meneer Kaf. Ik weerkaats alles wat je bent. Laat je lachen om wat je haastig ontkent. Neem je mee op bekende wegen in een onbekend land. Laat je toe tot alle stegen van mijn bloeiende fantasie. Alle stegen die opengesteld zijn voor het publiek. Ik laat je stralen van vervoering bij maandagochtend geleuter. Kleur je vergrijste blik en laat je onthust achter. Oh, dankjewel, ben je lief. Geweldig. Ik kan er maar één ding op zeggen. Zo zag ik je. Ik ontdeed je van kleding zonder mijn handen. Opende knopen die zo niet bestonden met denkbeeldige tanden. Verbrak alle banden, liet mijn ogen langs de lijn van je lichaam lopen. Bezag met een glimlach wat waarlijk zacht was. En vond daar de konde van zalige zonde in volmondige tweezaamheid. Dit alles deed ik om je niet te raken. Om hoe je daar zat een tel in de tijd tot onuitwisbaar gegeven te maken. Tot een feit dat de fout van het vlees dat vergaat overstijgt. In dit beeld dat bestaat, zolang het mij blijft, toen kon ik slapen. Okay. Ik neem het even mee terug naar het veld. Panna knock-out. Ik hou mijn woorden hoog totdat je duizelig bent. Rol ze over mijn schouders, armen puur voor het effect. Dol je metaforen en diepzinnigheid. Nog voor je je tong hebt verroerd, snoer ik je zinnen. Ik paas spits, vondig, 1-2 rond je rijm. Doelgericht breek ik je linies. Ritmisch breng ik je woordenval in de war. Dit overstijgt iedere divisie. Maak het spel binnen en buiten de lijnen van mijn dichterlijke vrijheid. Jouw gevangenis en vuur, vuur, vuur. Totdat zelfs mijn laatste man jouw verdette heeft gepoord. Pannen knock-out, ouwe, in 101 woord. Ja, het blijft slang uit je baan, het is een spel. Het is net Holland's Next Top Model. Dit heet Holland's Not Text Model. Je hoeft ook niet te praten, schat. Liever niet. Als je maar zo in hier onder die lamp lens gaat kijken, als je maar eens onder vragen dat ik per sms bepaal hoe jij beweegt met je non-talk op de catwalk. Ons Daphne wilt het aan elkaar, je neemt het opgestoken haar, de anorexia voor liefde, wat cultuuroeverturen van plastic in een veel te dure zakken nek die om een hand schreeuwt. Daar ligt je toekomst, meisje. Holland op zijn best. Yeah.
ik wil je blik vangen. Zoals een jager zijn prooi vangt. Ik wil je ziel van schone schijn scheiden, wie je bent, van wie je wilt zijn. Ik wil dit alles doen en je nog meer vertellen. Ik wil je blik vangen tussen twee knippers, je laten luisteren naar mijn mimiek. In het duister tussen twee lichten zul je niet eens merken dat ik je blik gevangen heb. Je zult het voelen. O liefste schat, je vangt mijn blik. Als constante factor. Want hoe jij dat doet, zoals je dat doet, hoe je daar ligt, elk eind van alle dagen weer, de tastbare aanwezigheid van liefde als constante factor. Dat er niet echt een einde is, een dag verloopt, van oud naar nieuw gedaan, maar nog te doen. Dat gezien dit gegeven alles herbeleving is, een statisch feit dat toch beweegt, omdat het mij beweegt. Hoe stil je daar ook ligt. Spiegel mij in de spiegel waarin jij je spiegelt en die onze schijn ontspiegelt. Ik wil niet verdwalen tussen de verhaallijnen die wij voor elkaar spinnen. Dolhoven van garen die ego's verdragen. Minotaurussen van minachtige grootheidswaan verhullen. En vitaminerijke sappige glimlachjes onthullen. Enkel vruchtvlees, geen ruggengraat, geen pit. Enkel vruchtvlees, vree. Enkel vruchtvlees. Lees mijn lippen, lees. Geen ruggengraat, geen pit. De tijd verdwaalt, het kofschip zinkt. Hoeveel is stam plus thee waard? Als de stam ontbreekt, waar is de bron? Ik vraag je en zij antwoorden. De grootste druk is ego. De grootste druk is ego. Ego is de zwaarste druk. De bron is dit, de bron is tijd. De bron is dit, dit. Laatste sterven van de dag dat lachend zacht in grachten glijdt. Als gazen waas door duchten leidt. Tot alle daken zijn geraakt, de glazen als met bloed besmeurd. Tot elke bloem die implodeert, terecht tot licht evolueert. Dat niet in taal te vatten is. Dat prisma's bruigt en spiegels breekt. Dat woordeloos de passie preekt. Dit zijn van hier. Zijn wij kleur dit. Er staat champagne op mijn tafel te wachten op een winnaar. Niet ik. Ik drink niet, verdraag het niet, kan het niet luchten of zien, kan niets luchten of zien nu. Verliezers zijn net champagneglazen. Je moet ze vastpakken daar waar ze teerst, het smalst zijn. Tussen de lange tenen en de verbrijzelde trots, met de pink omhoog als liftende kabouter. Nippend, balancerend op bubbels van gekwetste ego en onuitgesproken zelfverwijt. Luchtbellen op het punt van uitbarsten in slokjes troost. Of in mijn onderschonken gezicht. Niet ik. Oh. Dit was het. Ja, dit was het. De 8 minuten zijn voorbij. Waar Najiba Afolouie en Gijs ter Haan, dames en heren. En ik hoor hem al spreken, de scheidsrechter. En ik vraag allereerst, scheidsrechter, is het verder in orde verlopen? De publiekstemming, ja, die nee, kan... Nee. Alles is zeker eerlijk verlopen. Ja, meer dan dat. Dames en heren, we doen de publiek applausmeter nu als eerste. En er is mij verzocht om dat heel zachtjes te doen, omdat ik alleen al verantwoordelijk ben van 8,04 van de stemming. Gijs, jij was als eerste. Najiba. Nee, jij was als eerste, Gijs. Dus we gaan nog volgorde. Dames en heren, en ik doe het met de zachte stem. Wat dacht u ook alweer? Hoe had u zo gaan schreeuwen voor Gijs ter Haar? Schreeuwen toen jullie luisterden.
Najib Dar Abdallahoui. Het publiek heeft gesproken, Elisabeth. Ja, nogal. De jury zit er maar stilletjes bij. Jammer dat ik toch weer gelijk heb. Ik ben benieuwd, hebben jullie cijfers? Wat zou eerst praten? Oh ja, dat is waar, in dit geval. Bedankt Ruben, ik verklap bijna al de clue voordat het moest. Oké, wij willen heel graag van de jury horen nog geen punten, want die komen op het laatst. Piet Gerbrandy. Wat zegt u van beide finalisten? Ze liggen heel erg dicht bij elkaar, volgens mij. Ik denk dat Gijs de betere performer is van de twee. En ik word zeer getroffen door zijn taal, door zijn hantering van de Nederlandse taal. Aan de andere kant, hij is ook een versierder op het podium. En dat kan je zand in de ogen strooien. Wat me aan Najiba heel erg bevalt, is dat er behalve een vaak virtuose taalbehandeling ook een zekere mate van relativering en ironie in zit, die ik dan bij Gijs weer een beetje mis. Maar het is allebei heel erg goed. Jitske Jansen. Ja, ze moeten gewoon samen een programma beginnen. Toeren. Maar het is echt lastig. Ik vind het zelf, ze liggen dicht bij elkaar. Ik ben geneigd te zeggen dat ik op dit moment Gijs vind dat hij meer de dichter is. Dus nu hij het taal. Maar wat Najiba dus. Het is echt onmogelijk om. Het is heel lastig. Het is heel lastig, maar. Ik ga denk ik Gijs iets hogere punten geven, maar ik ben meer een dichter. Een echte dichter. Oké. Wie weet nog? Joost Prinsen. Wat een beetje tegenwerkt bij Gijs soms is de binnenrij met die hier en daar wat clichématig zijn van laten en praten en kasten en wasten en dat soort zaken. Dat is eigenlijk het enige wat mij een beetje stoort bij hem. Zijn tempo zou een fractie lager kunnen. Als je op de toneelschool zou zitten, zou ik dan tegen hem zeggen dat zou zijn spel aanmerkelijk verbeteren. Maar als performer is er verder buitengewoon weinig op de man aan te merken. Waar het Najiba betreft, vallen de bedrieglijke eenvoud van haar gedichten en de bedrieglijke eenvoud van haar voordrachten een beetje samen. Ik denk ook met Tjitske dat ik iets de voorkeur aan Gijs geef. Dat wordt spannend. Zijn we al klaar voor de cijfers van de jury? Eerst de cijfers van Gijs gewoon in één keer. We houden de volgorde aan. Dat is goed. De cijfers voor Gijs. Grote gebaren. Wauw. Van laag naar hoog, Joost Prinsen, een 8,3 voor Gijs ter Haar. Tjitske Jansen, een 8,6. En Piet Gerbrandy, een 9,1, het hoogste cijfer tot nu toe. En dan nu de punten van Najiba. Joost Prinsen is snel klaar met een volle 8. Tjitske Jansen een 8,4 en Piet Gerbrandy geeft Najiba een 8,9. Zo. Bedankt. Is dit ook een goed moment om alvast de jury te bedanken. Tjitske Jansen, Piet Gerbrandy en Joost Prinsen. Ja, en ik richt mijn blik maar weer eens half omhoog naar de
Ja, we hebben een uitslag. Een uitslag? Ja, maar ik wil weten wie er gewonnen is. Jouw privéproblemen interesseren me niet. Dat is wel vol interessant om mee te doen. Oké, inderdaad was de jury iets hoger voor Gijs ter Haag. Daartegenover stond de publiek, was dan hoger bij Najiba Abdelrooy. Ik moet het één goed uitspreken. Abdelrooy! 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 Najiba Abdelrooy! En welke... Abdelrooy! Abdelrooy! Ja, het is de een tegen de ander en kan zo meteen laten zien op de getallen. Maar ik ga eerst even de winnaar of winnares naam nu goed uitspreken. Najiba Abdelrooy! NRS 2008. Heb je jouw graphics bij? Ja, kijk eens. Wat staat er? Wel, de winnares staat hier, Najib Abdelrooy. Hallo, in bijten. Ik heb thuis de afgelopen week een heel ingewikkeld mooi ritueel bedacht. Een soort huwelijksritueel, hoe de vogel uitgereid kan worden. Wat dan betekent dat je op een bepaalde plek moet staan en dat ik uitleg wat het allemaal inhoudt om zo'n ding de hele tijd en of je dat wel wilt. En dat je dan helemaal aan het eind de kooi mag zoenen. Maar ik heb begrepen dat daar geen tijd voor is. Het is een heel strak schema. Maar uiteindelijk is het dan wel weer zo geweest dat er toch de tijd is om dit even te zeggen. Dat ik dus eigenlijk een rituaal bedacht, maar dat er uiteindelijk de tijd niet voor is. Ja. Ik ben heel tevreden met onze keuze. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel, ben ik Christian. Dan staat Simon Vinkenoog al klaar met de check. Want de diepe gaat natuurlijk niet met lege handen naar huis. Los van het optreden op komende Lowlands. Ontvangt zij van de Grandmaster van de Poetry Slam. En voor Gijs ter Haar is er ook een bedrag beschikbaar. Maar ik had gehoord dat daar nog geen check van is. Geen symbolische. Dan wil ik nu vragen of alle dichters van vandaag nog even hier op het podium willen komen. En dan kan Simon Vinkenoos ons gezamenlijk afsluiten. Al wat beweegt zal in beweging blijven. Erover of onder. Een keuze is er niets. Niets dat beklijft. En alles zal verdwijnen. Je leven een vuurwerk. Of niet? Simon Vinkenoos. Met wel de deelnemers hier op het podium druppelen. U zag Sigrid Baljon, Yassine Salahin, Jan Ketelaar, Gijs ter Haar, Max Naroe, Marisol, ACG Vianen. En u hoorde ook Mila Beraad, Najiba Abdelrooy en Simon Mulder. En ik geef het laatste woord. Ik bedank iedereen van de organisatie alvast en ik geef het woord even aan mijn co-presentatrice Elisabeth. Voor een stichtelijk woord. Schroom mijn mond en u heeft vast nog wel iets moois. Nou, ik heb een hele mooie avond meegemaakt en die Amerikanen is op de letter, dat verandert echt iets. Times they are changing and I think there should be more women on top of everything. Yeah! I think the future after the matriarchy and the patriarchy, it's now for partner time. It's now for happy people to rule the world and to rule themselves, as all they say. Dames en heren. Van onze
winnares van de Poetry Slam 2008. Dankjewel. Ik wil natuurlijk allereerst jullie bedanken. Maar nog voordat wil ik mijn ouders bedanken. Is cliché. Vandaag vertegenwoordigd door mijn vader. Zonder hun had ik hier vandaag niet gestaan. En deze is voor mijn broertjes en zusjes. Speciaal voor mijn broertjes Yassim, Shesim, Amen. Pananokuit. Ik hou mijn woorden hoog totdat je duizelig bent. Rol ze over mijn schouders, armen puur voor het effect. Dol je metaforen en diepzinnigheid. Nog voor je je tong hebt verroerd, snoer ik je zinnen. Ik paas spitsvondig, 1-2 rond je rijm. Doelgericht breek ik je linies. Ritmisch breng ik je woordenval in de war. Dit overstijgt iedere divisie. Maak het spel binnen en buiten de lijnen van mijn dichterlijke vrijheid. Jouw gevangenis. Vuur, vuur, vuur. Totdat zelfs mijn laatste man jouw verdette heeft gepoord. Pananokuit, ouwe. 101 man! Elf Najiba. Ik zou zeggen, geef u nog één keer iedereen een weergeloos applaus. Ik zou zeggen, googelt u op al hun namen, googelt u op NK Poetry Slam en u zult binnenkort feature vinden. Dit was de NK Poetry Slam 2008. Tot een volgende keer.